Hoe noem je iemand die zijn Lego blokjes niet wil delen? Een Legoïst! Welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green Randomizer. Ik heb eventjes in de bosjes gewoon 3 jaar van mijn leven lopen zoeken naar deze Porygon. Ondertussen heb ik getweet. Hoe zal ik mijn Porygon noemen? En over enkele seconden zal deze Porygon gevangen worden in zo'n mooie bal. En wat gebeurt er dan? Kijk, je kan het misschien al raden, maar dan ga ik net weer doen en dan kies je de leukste naam. En dan zal ik Porygon die naam geven. Als ik zelf een naam moest kiezen, was ik gegaan voor gekke Kubus. Kubus, wiskundeman, wiskundebijles, wiskundeleraar, pedofiel of kaasschaaf. Of kaasrasp. Maar dan had ik weer een poll moeten starten van kaasschaaf versus kaasrasp. En dan werd het weer een soort van derde wereldoorlog. En heb ik in principe geen zin in. Ik wil gewoon die Porygon. Hij valt onder de eerste 150 Pokémon. Ik wil die bitch. Dus ik vang die bitch. Ik gooi er even iets voor de zekerheid. Gewoon die gekke gast inzetbaar erin. Want dan kan ik hem waarschijnlijk vangen met een Gray Ball. En weet je hoe ik dat vind? Great. Boeien. In ieder geval, Porygon in de bal. Doe niet zo mal. Ik zie dat ik 5 reacties heb op Twitter. Wat de? Nee, Porygon. Ik wist niet dat je kon healen, gast. Nou, dan weer terug met Marco YOLO. Die ene leuke false swipe kan doen. Voor de rest, wat ga je nog meer doen deze video? Behalve Porygon vangen. Dat is een goede vraag, kijker. Wij gaan surfen over de wijde oceanen. En daar vuur-Pokémon tegenkomen. Want zo werkt Pokémon Randomizer. En dat is ook het leuke aan Pokémon Randomizer. Weet je wat er meer leuk is? Voetbal. Ik heb geen idee waarom die Pikachu die keer sharpen doet. Ziet er wel cool uit. Zie je, toch weer een Kubus, hè? Toch weer een Kubus en zo'n effectje. Dat is gewoon echt super stoer. De definitie van super stoer is gewoon dat coole effectje. In ieder geval, hij is weer lekker low health. En dan moet je niet weer allemaal dingen gaan doen van oeh, kijk mij gaan. Nu kan ik gewoon een ultra bal gooien, daar zijn we er vanaf. Maar dan blijf je met die greepbal zitten. 15 greepbals is fantastisch, ziet er niet uit. Er moeten gewoon alleen ultra balls in. Zo hoort het. Dus die greepbals moeten op. Dus Porygon moet motherfucking in die greepbal gaan zitten. Kom op Porygon. Nou, hey, dan doe ik het gewoon even zo. Lekker snel. Hup, hup, hup. En hij zit erin. Wat fantastisch. La 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 la. Nou, gezellig. 137. En dan gaan we dan kijken naar de Twitter suggesties. Ik heb er 12 binnen. Noem hem rond meneer. SpongeBob SquarePants. Kabouter Sabbelaar. Homo. Sneeuwman. Patatblok. Cirkel. Jullie maken het me moeilijk. Ik vind SpongeBob wel een grappige naam. Omdat hij vierkant is. SpongeBob SquarePants. En iemand zegt frituurvet of broodbakmachine. Transparant. Porny. Porny. Ik kan hem ook pornoster noemen. Dat is wel grappig. Want ja, we noemen hem pornoster. Kijk, dan vraag ik om kijkersuggesties. Dan gebruik ik ze nog steeds niet. Ik neem gewoon iets wat erop lijkt. Weet je, goed genoeg. Pornoster. Pornoster. Past dat? Ik hoop maar dat het past. Anders moet ik hem porny noemen. Pornoster. Fantastisch! Dit is toch een mooie naam voor een Pokémon die ik toch nooit ga gebruiken. Nou, hij zit in de Box Provider. Ik heb de Box Provider helemaal opgeschoven, want in principe had ik Box 3 de Provider Box gemaakt. Was alleen niet handig, want op een gegeven moment gingen alle andere Pokémon ook in Box 3 zitten. Wat ik nu heb gedaan, is de Provider verschoven naar iets van Box 5. Ik zie nu pas trouwens dat mijn muiscursor in beeld staat. Nu niet meer. Graag gedaan, wereld. Ik verbeter de wereld beetje bij beetje. Ik heb in ieder geval een Pokémon bij me nodig die Surf heeft. Als het goed is, heeft Zigzagoon Surf. Hartstikke mooi. Even gaan mijn Pokémon healen. Hartstikke handig. Hartstikke mooi. Even gauw laten zien hoe mijn computertje nu is ingedeeld. Nee, nee. Oké, jawel. Move Pokémon. Dit is dan de Provider Box, waar ook een heleboel Pokémon in zitten van de vorige afleveringen. Nou, dus schuif ik die eventjes terug naar box 3,14. Wat is zo grappig aan 3,14? Dat zijn de eerste getallen van Pi. Weet je wel, Pi begint met 3,14. Dan 19 volgens mij. 3,1419. Ik had ook een keer een weddenschap met een wiskundeleraar dat ik de eerste 100 decimalen uit mijn hoofd kon leren voor een chocoladereep. En voor mij was het me gelukt. Het was me gelukt, alleen we hebben de weddenschap nooit doorgezet, dus ik heb het nooit voor de klas gedaan ofzo. Het was gewoon een tijd dat ik heel veel decimalen van Pi kende. En dan kun je je afvragen, waarom doe je dat? Niks te doen. Vooral niks te doen. Ik zat in de eerste ofzo, weet je. Dan in de eerste is het gewoon echt zo'n strijd. Dan is het echt, in de eerste van de middelbare school is het nog stoer om slim te zijn. Van wow, kijk, ik kan dit. En dan doet iedereen van wow, Rick, wat ben je slim. En ondertussen, als je dan in de zes zit, is het zo van Rick, what the fuck. Dan is het gewoon kinderachtig als je Pi tot 100 decimalen gaat leren. Dus dan doe je dat soort dingen niet meer. En dan vergeet je het. Dit is de Provider Box. Ik vond de mooie luchtachtergrond wel passend. Weet je wel, providers, netwerk, mobiele signalen. Die hangen toch grotendeels in de lucht. Dit zijn de Pokémon die we laatst gevangen hebben. Mexicano.
Maurice, Inteelt, Pornoster en Voltage. En ja, dit zijn er meer allemaal kut-Pokémon die hebben neppe swag en Nuon dildo. Kijkertjes, kinderlokker. In principe kan ik kijkertjes binnenkort even gaan trainen, maar niet nu. Want nu gaan wij varen over de wilde oceanen. De wildste oceanen. We kunnen meerdere dingen doen. We kunnen nu, ik zal even de kaart erbij pakken, die ik heb. Ja, die ik heb vooral. Echt vet lapels in mijn inventory. Ik ben later teruggegaan. Oh, dat is mijn old rod. Dat is niet goed. Hier. Dit is de kaart. Een hele mooie kaart. We kunnen hierheen. Naar Sea Foam Islands. Waar trouwens ook Articuno is. Dat is natuurlijk wel cool om te vangen. We kunnen ook gewoon hierheen teleporten. Vliegen eigenlijk. En dan gaan we gewoon meteen naar Cinnabar Island. Waar de 7e gym is. De 8e gym zijn we als goed zo geweest. Dat is helemaal gewoon in het begin. Die is dicht. Maar de 7e gym is de vuurgym. En daar kunnen wij gewoon heen als we daar zin in hebben. Maar het is handiger denk ik om via Peloton te gaan. Dat is denk ik een stukje makkelijker. Ik weet niet, we gaan gewoon via fucking Peloton. Laat me. Ik heb wel een Pokémon bij me nodig die Fly heeft. Hey, Dododo, wat goed. Wat goed van je dat je er bent. We gaan terug naar Peloton. Woehoe! YOLO, waterpolo. We zijn er. What up, bitches? Ik ben in Peloton aangekomen. Ga ik lekker surfen. Dit is de eerste keer dat we gaan surfen in de geschiedenis van de surfgeschiedenis. Dat is best veel geschiedenissen. Kijk, hier is ook een beetje gras. Hier zit normaal altijd een Tangela in Pokémon Fire Red. Dat weet ik, want ik heb heel veel Pokémon Fire Red gespeeld. Hallo, Furret. Doei, Furret. Even kijken of er nog meer interessante Pokémon zitten hier. Wat huist hier allemaal voor geheimzinnigs in het gras? Het is... Skarmory. Nee, hoef ik niet. Nee, het is een leuke Pokémon. Het is een grappige Pokémon. Het is een gekke Pokémon. Maar ik hoef hem niet. Dat is het belangrijkste dat je hieruit moet halen. Sorry. Ik verloor eventjes mijn cool. Het is een level 29 Groudon. Als we die kunnen vangen... niet veel bijzonders. Maar wel cool. Hup, in die bal jij. Ik doe even een fast swipe op je als je het niet erg vindt. Het enige probleem is Groudon kan in de theorie... mijn hele team dood maken, want hij heeft zo'n aanval. Of mij leert hij die waarschijnlijk later pas. Zo'n one-hit KO aanval. Fisher heet hij volgens mij. En dan komt zo'n kloof en dan dood. Als hij die al leert, kan hij mijn hele team dood maken. Doet eventjes, maar het kan. Die Groudon, super awesome Pokémon. Ik vind hem vooral ook in Fire Red en Leaf Green. Ziet hij er pittig awesome uit, of niet dan? Weet je welke Pokémon ik echt mis? Die ik ook gewoon echt wil, Deoxys. Die hoort erin te zitten. Ergens in de randomizer in deze hele wereld zit met een beetje geluk een Deoxys in. Het zou best kunnen dat door de randomizer een paar Pokémon er gewoon niet in zitten. Dat zou best kut zijn, want dan kunnen we nooit onze quest voltooien om alle 151 Pokémon te doen. Daarom ook, nadat ik de 8e badge heb gehaald, maak ik een klein tutorial. Geef ik jullie precies mijn rol. En dan leg ik uit hoe je hem kan spelen. En dan moeten jullie reporten bij mij. Van, hey Rick, ik heb een Lugia gevonden in dit bosje. Of, hey Rick, ik heb Pokémon nummer 18 hier gevonden. Want die moet jij nog. En dan gaan we samen proberen de 151 te pakken. Dus jullie kunnen mij daarin helpen en een beetje reporten. Want ik skim een beetje snel zo'n bosje. Zoals nu kom ik langs zo'n bosje. Dan kijk ik even gauw 3 keer erin of er wat in zit. Maar misschien zitten er wel 5 Pokémon in, weet je wel. Het kan. En dan mis ik gewoon een paar Pokémon. Dan komen jullie van pas en dan gaan we gewoon met 1000 man die hele wereld uitplukken. Tot iedere kut Pokémon fucking gevangen fuck is. Eigenlijk was het veel cooler om Groudon pornoster te noemen. Ik bedoel, kijk naar deze Pokémon. Dit ziet er gewoon uit als een pornoster. Ik ben alleen bang dat Groudon tegen Paralyze kan. Gewoon, weet ik veel waarom. Is gewoon zo. Ja, nu zien. Ja, dat dus. Zonde. Nou, gooi met die ballen, Rick. Ik denk dat het wel slim is om hier ultraballs te gebruiken. Ik heb wel fucking weinig geld. Oftewel, ik kan geen nieuwe ultraballs meer kopen. Dus ik heb geen zin om 26 ultraballs op deze pik te gebruiken eigenlijk. Kom op. Nee, Groudon, nee. Ik heb een Celebi gevangen in de safari zone. Een Groudon vangen moet mij lukken. Kom op, Groudon. Nou. Niet zo stom. Oké, ik ga nu een beetje de tijd doorspoelen voor jullie. Scheelt weer een hoop gezeik. Misschien moet ik gewoon maar Great Balls omgooien. Misschien is dat gewoon het antwoord. Nee, kom op, Groudon. Nee, niet meer inzetbaar. Oh nee, dan maar Piemelnaker in. Een goed getrainde level 51 Pokémon. Dan gooi ik eerst gewoon allemaal Great Balls op hem. Met een beetje geluk zit hij... Hij zat bijna. Zag je dat? Ik ga dit niet in real time doen. Dan zijn we de hele aflevering bezig met Groudon vangen. Dus ja, sorry als het je niet boeit. Sorry, weet je. Ik versnel gewoon het proces een beetje. Dat scheelt weer voor de kinderen in Afrika, weet je. Terwijl jullie dit kijken... sterven de kinderen in Afrika. Niet dat het erg is. Nou ja, in principe is het best erg. Maar toch. Groudon, die niet in een pokebal wil, is ook erg. Ik zat gisteren weer Cabaret te kijken. Ik kijk graag Cabaret op Netflix. Van Micha Wertheim. Ik dacht misschien als ik nu een keer niet doorspoel, dan wordt het me gegund. Dat lukte wel bijna trouwens. Micha Wertheim, een leuke man, had het over Artsen zonder grenzen. En dat was precies ongeveer wat ik dacht. Hij maakt toch een grapje ook een beetje, maar...
zit wel een kern van waarheid in. Hij had het over artsen zonder grenzen. Dat zijn dus artsen die hier gewoon hoog opgeleid zijn. Weet je, die kunnen zo in het ziekenhuis gaan werken. En die sturen we dan naar Afrika om daar te gaan werken en mensen te helpen. Hebben ze iets van, ja, in Nederland is er een grote wachtlijst, weet je wel, voor mensen die geopereerd willen worden, bladibladibla. En terwijl in Afrika is het grootste probleem overpopulatie, want er zijn gewoon veel te veel mensen. En wat doen wij dan? We sturen de artsen heen, zodat de mensen niet doodgaan, dan wordt de overpopulatie alleen maar erger. Geen idee wat dit met Groudon te maken heeft, maar ik moest het gewoon even zeggen. Ja, ik hoop gewoon dat hij erin gaat, want anders dan moet ik hem even op mijn lijstje zetten met speciale Pokémon. Ik heb dus een tekstbestandje waar alle Pokémon op staan, die ik tegenkom, als ik ze nog een keer wil vangen bijvoorbeeld, maar nu geen zin heb. Bijvoorbeeld. En dan zet daar ook de legendarische Pokémon neer. Van, hey, we moeten nog een keer terugkomen. Ik vind het wel een beetje bitchy van je, Groudon. Nu ga ik Ultra Balls naar je gooien als je het niet erg vindt. Come on. Come on, man. Maak niet mijn Piemel naakt dood. Come on, Groudon. Come on. Beetje jammer ook. Dan verwacht je een leuke video op mijn kanaal. Dan ben ik de hele video lang een Groudon aan het vangen. Dat is gewoon teleurstelling. Dit is de betekenis van teleurstelling. Kom op, ga erin. Ik ga al die ballen naar je gooien, hoor. Ik denk maar niet dat ik aan bluffen ben. Hier van, oh, ik doe het niet. Jawel. Als hij trouwens een statusprobleem had, zoals slapen en zo, dan duurde het 2 keer zo lang voordat hij erin zat. Leuk feitje. Hebben we niet zoveel, want we gaan die bitch nu toch vangen. Kom op, Rick. Kom on. Kom op. Kom op. Nee, Groudon, stop. Stop met niet. Stop met niet. Kom op, man. Kom on, Groudon. Ik heb ook helemaal niks meer bijzonders te vertellen in deze video. Het is gewoon helemaal opper de flop. Opper de top flop. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Kom op, Groudon. Nou. Zo klink ik als ik sterf. Ik sterf ook een beetje van binnen. Kom op! Niet eerlijk! Maar wie is de hond? Katja Schuurman! Bert Visser! Balken en de Norm! Rasp! Marco Jolo! Nou, Disco, dit is je moment. Dit is je moment. Ik weet niet waarom. Kijk hoe blij die is. Hij is ook echt heel blij. Ja, yeah, je gaat erin. Ik had er maar 5 ballen, maar je gaat erin, bitch! Oké, okay, het zo spelen. Je hebt maar 4 balletjes. Kom op, kom op. Weet je, 3 balletjes. Kom op. Kom op, kom op, Groudon. Come on. Come on. Come on, Groudon. De laatste bal. Gaat er niet in. Ja! Wat? Wauw. Dit is gewoon apart. Dit is gewoon apart. Ik ga nu nog even Twitter kijken, want er zijn natuurlijk nog steeds mensen die heel zielig een suggestie hebben ingestuurd. Misvormd, porngod, blokkut, Illuminati. Dat is wel grappig. Illuminati is wel een leuke naam, denk ik. Ik noem hem Illuminati. Dat is toch een mooie naam? En dan in caps lock. Illuminati. Het past precies, dat is fijn. Die persoon heeft daar misschien over nagedacht. Illuminati! Dit is fucking awesome! Het is me gewoon gelukt. Ik had zoiets van, weet je, als deze ground er niet ingaat, dan ga ik gewoon de aflevering afkappen. Heb je zo'n kut aflevering, dan ben ik de hele aflevering bezig met iets en dan lukt het niet. Dan ben je als kijker ook zo van, oh man. Maar kijk, als het nou lukt, zoals nu, dan heb je zoiets van, wow, beste aflevering ooit. Dat is het ook. Gewoon het geluk. Het gelukje. Je kan het ook een ongeluk noemen, weet je. Voor hetzelfde geld die de eerste bal erin gezeten. Dat was een stukje fijner geweest, maar toch. We hebben een Groudon. Dat is cool. We hebben nu 3 legendarische Pokémon, toch? We hebben Piemel Naak. We hebben Celebi. En we hebben dan Groudon. Lekker hoor. Lekker gedaan. Nou, nu ga ik gewoon weer terugvliegen naar het begin. Dan ga ik nog een klein beetje surfen. Ik maak de video wat langer, weet je. Zo lief ben ik. Ik wil gewoon een soort van vaste kwaliteit leveren. Heel veel kijkers zijn gigantisch fan van deze serie. Ik ben gigantisch fan van deze serie. Als in, ik neem hem gigantisch graag op. Het is een van mijn lievelingsseries, naar eigen keuze. Als ik naar mijn eigen serie moest kijken. Want anders schiet een of andere terrorist me dood. Dan koos ik voor Leaf Green Randomizer. Of mijn Minecraft Survival, daar ben ik ook best trots op. We gaan nog een beetje in het bos kutten, denk ik. Ik had trouwens even pokeballs moeten kopen, heb ik nou niet gedaan. Oeh, jij zit niet bij de eerste 151 Pokémon. Het is wel een beetje kut dat ik nu geen pokeballs bij me heb. Best wel jammer, anders had ik nog eventjes lekker nog meer Pokémon gevangen. Maar dat kan nu niet. Een beetje scouten dit. Oh, we zijn al een late jas tegengekomen. Nu ook een late jas. Ik ga even gauw het tekstbestandje erbij pakken om eventjes neer te klakken. Dit zijn die punten waar je dan zeg maar die ene... Kijk, hier staat de Pokémon. Ik had Wobbuffet. Die kan weg. Hier zijn ook de grapjes. Oh nee, die zagen een grapje. Ik heb een paar grapjes van de comments en zo. Die schrijf ik neer zodat ik ze niet vergeet. Ho ho, bovenste verdieping naar van de Towntoren. Jirachi, gras, rest van Sun City. Dit zijn alle Pokémon. Latios. Latios. Oh, die hebben we al. Gras, rest van tweede gym. Gras onder
beginstad na surf gebruiken. Dit zijn gewoon hele domme, platte uitleggen. Deze krijgen jullie er ook bij trouwens. Dus dan weet je wat ik allemaal gevangen heb en hoe ik wat ga doen. Er zitten best wel handige dingetjes tussen, zie je dat? Handig, hè? Nou, in ieder geval, doei Latias, Latios, whatever, ik haal ze altijd door elkaar. We gaan lekker verder, we gaan even gaan naar dat eilandje surfen. Hopelijk zonder me een of andere loser tegen te komen. Ik ga gewoon iedereen ontwijken. En dat is Pokémon. Het is Electrode, level 6. Het is dat ik geen Pokéballs bij me heb, anders had ik hem zo kunnen vangen. Verdurrie. Ik kan hem eventjes in mijn ding zetten, maar dat duurt weer zo lang, weet je wel. Dus voor nu, ik check deze zee later wel gewoon eventjes. Laat het even zo doen. Dan ga ik even gaan naar het eiland toe en heb in ieder geval wat bereikt deze video. Ja, die man kan hem toch niet battelen vanaf daar. Misschien kan die man me wel battelen als ik nu rechtdoor ga. Oeh, ja, heb ik al. Je dacht aan hem, oh yes, nee. Oh yes, nee. Leuk trouwens hoe altijd mijn Pokémon Leaf Green randomizer video's langer worden dan de tijd die ik inplan voor mijn video. Ik vind 15 minuten gewoon een mooie tijd voor mijn video. Ik vind eronder, dan krijg je nooit een serie af. Zoals ik ben ook al rond part 30 of zo van deze serie. Ik wil mijn series wel nog een beetje afkrijgen, vooral met 2 video's per dag. Dus 10 minuten en zo vind ik gewoon belachelijk. Er was echt een tijd dat iedereen dat deed op YouTube. Qua bekende Nederlandse YouTubers die gamevideo's maken. En nu, opeens iedereen 15 tot 20 minuten. Zo van, hé, dat deed ik al vet lang. Respect, YOLO. In ieder geval, we zijn op het kut-eiland. Dat is fijn. Dan ga ik hier de video denk ik afsluiten. Want ik wil niet, ik wil toch proberen mijn video's rond de 15 minuten te houden. Dat is een beetje, kijk lekker makkelijk weg, weet je. Dan pak je gewoon de afspraaklijst, deel 1 tot en met 30. En dan kun je gewoon een beetje inschatten van, nou, 30 keer 15 minuten, weet je. Dan kun je een beetje inschatten. Het is een beetje raar als de ene video 5 minuten is en de andere 30, weet je wel. Dat vind ik gewoon niet fijn. Dus ik ga jullie gewoon bedanken voor het kijken van deze aflevering. Doe even een dikke like voor het vangen van die gekke Groudon. Ik ga even gauw al mijn geld investeren in meer keiharde ballen. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer, waarin we de gym gaan doen. Maar voor mij moeten we eerst dat spookhuis in, voordat we daarheen kunnen. Ultrabal, ik kan er niet eens 1 kopen. Ik kan niet eens 1 ultrabal kopen momenteel. Maar het was het waard. Ik heb serieus geen spijt hoor. Zit er nog iets bij dat veel geld waard is? Nugget. Ja, die zijn 5000 waard. Dat is wel goed. Maar is calcium ook best veel waard, of niet dan? Ja, precies joh. Gewoon wegflikkeren joh. Black glasses is geen flikker waard. Nee, de rest is allemaal geen stront waard joh. De rest is helemaal niks waard denk ik. Oh, een pearl. Dat klinkt wel alsof het veel geld waard is. Niet heel veel geld, maar het is een beetje geld. Moonstone ga ik echt niet verkopen. Ik heb ook nog 4 rare candies trouwens. Ik wil niet opscheppen, maar dat heb ik gewoon. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Nou heb ik dus nog geen ultraballs gekocht. Terug met je dikke aars. Terug die winkel in. Terug die winkel in. Oké dan. Ultrabal. En dan gewoon even zoveel als je kan. 9 stuks. Kun je met heel veel, als je echt heel veel geluk hebt, kun je 9 Pokémon vangen. Maar zo zal het dan weer niet werken. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van Pokémon Leaf Green Randomizer. Bedankt voor het kijken tot de volgende aflevering. Doei!